Hallo, mijn naam is Benjamin en vandaag speel ik samen met Twenko Lumber Tycoon 2 op Roblox. En dit ben ik nogal met een bril nu. Mijn basis is heel wat veranderd, zoals dat je kunt zien. En ik ga een kleine rondleiding geven hoor. Dus dit is de parking waar we overheen rijden. Dit is de ingang met een poortsysteem dat ik gemaakt heb. Dit kennen jullie nog waarschijnlijk wel van in de vorige video, de ketel. En mijn winkel is ook wat veranderd. De parking is er volledig. Oh. Dat is nog van iets af te meten. Maar zoals dat je kunt zien is de muur al heel veel verbeterd. Ik ga je mijn winkel tonen. Dit is dus de winkel, mijn shop in het spel. Nou, het ligt even aansteek dat je kunt zien, anders zien we niets. En dit is ook wat veranderd. De etalage. Ja, oké. Okay. En ze is eruit. Dus ja. Met dan hier het magazijn. Het licht staat aan, blijkbaar. We gaan dan een keer het doen. En de andere knop aansteken. Voilà. Zoals je het kunt zien, is dit het magazijn. Ja. Met bijna niets in de rij. Want ik heb nog geen inkopen kunnen doen om alles goed vol te kunnen krijgen. Nou, heb ik het licht uitgedaan, want dat weet ik niet meer. Ik ga even kijken. Nee, dus. Voilà. Energie besparen, dat zijn die mensen. Nu in deze moeilijke tijden. Voilà, het licht is ook uit van de winkel. En ja, dit is al het hout dat ik in het spel ken en heb gaan halen. Dus mijn bordjes liggen hier. Het opslagruimte van het hout. En mijn money is ook veel verbeterd. Ik heb 3 miljoen. Al dus. We gaan even naar mijn kantoor. Ja, oh, ik ben te ver. Dit is mijn kantoor met een papier erop. Ja, dit is mijn huisje. Ik ben er nog mee bezig met de verbouwingen. Dit zijn de pompoenen. Slee, wat verzameling. Ja. En de kerstlampjes. Met dan hier ook nog wat lampen. Gekleurd raad. Dit is de werkplek.
ben ik ook mee bezig, dus ja. En we gaan vuurwerk afsteken. Happy New Year! Was dus leuk om te doen. Maar het kost ook geld. Dus ik zou daar niet te veel doen. Tenzij dat je dat graag doet. En je hebt veel geld, kun je dat wel eventueel doen. Dus ja. Ja. En dit was het denk ik voor nu. En misschien tot straks of tot de volgende keer. Doei.